En dan gaat hij op de lange baan. Gaat hij het wereldrecord vestigen? Nederland op de Olympische Spelen, ongekend. Ja, hij haalt het gewoon, ongelofelijk! Ik ben Calvin, inmiddels misschien bekend als YouTuber, maar ik ben geboren en getogen op een boerderij. In samenwerking met Rabobank neem ik mijn bekende vrienden één dag mee naar een boerderij om erachter te komen of ze zich staande weten te houden op het platteland. Geen glitter en glamour, maar koeien melken, trekkerijen en van dichtbij zien waar ons voedsel vandaan komt. Dit is BN'ers op de boerderij. Maar ja, deze omgeving komt jou enigszins bekend voor. Ja, maar dit is Zeeland. Die kom ik nooit. Maar ben jij wel eens op een boerderij geweest? Ja, ik ben gek op dieren. Okay. Het enige wat ik kut vind is dat hele vroege opstaan en dan dat douwen, dat ochtenddouwen. Ik ben niet zo fan van kou. We zijn nog niet eens aangekomen en je hebt nu al een reden gevonden om te zeuren. Ik heb anderhalf uur gereden voor jou, Calvin. Echt, geloof mij nou maar. Ik heb hier zin in. Dit is Kai Gorgels. Waarschijnlijk bekend van je vrienden WhatsApp groep waarin ze koude grappige Instagram filmpjes worden doorgestuurd. Ook presenteert hij tv-programma's zoals Expeditie Robinson en Temptation Island. En dat is toch knap met zo'n grote neus. We hebben wel een leuke boer. We hebben een leuke boer. Ik denk dat de vrouwen hem ook wel een aandoenlijke boer vinden. Nou, dankjewel Yvonne Jaspers. Nee, ik ben serieus. Hoeveel brieven heeft hij gekregen? Dit is Boenik, 28 jaar en akkerbouwer in Kortgene, Zeeland. Nick verbouwt aardappels, suikerbieten, uien, tarwe en wortels. En voor de dames die kijken, hij is ook nog vrijgezel. Dit is onze boer. Het is wel een hippe boer, moet ik zeggen. Vind je? BN'ers is op de boerderie. Nou, dankjewel jongen. Trek het aan. Alright. Kai Gorgels 2.0. Dit zijn de aardappels, maar die kunnen we nog wel gebruiken dan, waar we nu op lopen. Ja, zeker. Die worden gewoon ja, verkocht. Ja, hoor, nee. Mocht je denken, wat proeven ze raar nou? Wij eten alleen maar frietaardappels. Oh, dat is allemaal patat? Ja. Maar maak je ze ook schoon dan nog? Nee. Of zo verkoop je ze gewoon aan de winkel? Het is moeilijk om 750 ton zelf aan de winkel af te zetten, dus die gaat naar de afnemer. Ik wil jou vragen om even een aardappel uit te kiezen. Nou ja, ik zag er eentje, die sprong er wel gelijk uit, dat is deze. Oh nee, niet die, nee, die wilde ik. Nee, ja, dat is een flinkje. Nee, ja, maar die wilde ik ook. Ze lijken ook zoveel op elkaar, hè? Je zou bijna zeggen dat het allemaal aardappelen zijn, hè? Je kan ook bier van aardappels maken. Je weet wel precies wanneer je met een alcoholist te maken hebt. Als je op een berg aardappelen staat en je hoort iemand zeggen, je kan er ook bier van maken. Ja, dat is waar. Ei met ui of ui met ei? Ei met ui. Ei met ui. Dat is toch waar jij vandaan komt? Nee, dat is Den Haag. Nou, eet smakelijk, jongen. Nee, ja, dan gaan we toch samen ten onder. Het is zo lekker, jongen. Okay. Pak je koffie erachteraan. Goed voor je maag. Ja, lekker. Zo, dat is niet mis hoor, dit. Het zijn echt hele pittige uien, dit. Het is supergoeie ui. Ja. Omdat die bewaarbaarheid zo goed is van de Zeeuwse ui, kunnen ze ook heel lang in transport. Dus kunnen ze de hele wereld over. Nou, zwem maar. Doe een Dagobert Duckje dan hierin. Daar gaat hij. Kies een ui. Ja, moet ook nog een ui uitkiezen. Samen met je aardappel. En dan rammen we gewoon vanavond een patatje speciaal op het bord. Kai is wel een beetje een smerig veentje volgens mij. Je houdt wel van een beetje ranzigheid. Waarom ga je in je hand blijven? Ja, Calvin vroeg mij om een kutklusje. Dat is het reinigen van de drainagebuizen. Klinkt heel ranzig. Overal onder ons land liggen buizen van 300 meter lang. Ja. Er zit een soort sok omheen waardoor water kan infiltreren. En dat water wordt afgevoerd naar de sloot. En die moeten we elk jaar reinigen. Ja, dat doe je één keer per jaar? Ja. Dat is precies vandaag. Ja, nou ja, daar heb ik voor gezorgd. God! Ja, en niet de buizen afsteken. Wat doe jij? Ja, een libel vloog er in mijn mond. Dit is dus die klei waar ze het over hebben. Wat kan je daarmee dan? Ja, aardappels in fixen. Hé? Oké. Hoe lang gaat deze sloot nog door? Ja, oneindig lijkt wel, als je daar loopt. Nou, we hebben tot januari, zei je net, toch? Ja. Wow! Oh! Wow! No! 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 Kan jij zijn medicijnen even geven? Alle aardappelen binnen, die gaan zo de schuur in. Kom loof mee. Dus ik wil dat jullie dat pakken en hierin gooien. Zet hem op, hè. Heerlijk zo. Kijk, ik vind het heel erg leuk dat ik Calvin kan helpen zo'n dagje met zijn YouTube-kanaal om een beetje te groeien. Ja, het was kiezen. Of met Enzo Knol op pad, of met Calvin. Jij bent natuurlijk een soort hybride tussen YouTube en televisie. Ja. Je moet één van de twee kiezen. De ander mag je nooit meer doen. Dan zou ik toch YouTube kiezen, omdat dat een langere houdbaarheidsdatum heeft, denk ik.
Maar op basis van de programma's die ik nu doe, dan zou ik televisie kiezen. Wonen op een boerderij? Nee. Hoezo niet? Nee, ja, vind ik een dag leuk, misschien 5 dagen. Maar dan wil ik wel weer die prikkel. Ja, ik vind het lekker om af en toe even die angel eruit te halen. Even dat ventiel eruit trekken, even leeglopen en daarna gewoon weer terug de drukte in. Hou jij nooit je angeltje eruit? Nee, die laat hem er vrij lang in zitten. Vraag maar Nina. Net iets te lang. Het is tijd voor een aardappelquiz. Zin in? Jij hebt 5 vragen voorbereid. Of zijn het er 6? Zo, is dit al de quiz? Hoeveel vragen heeft hij? Waar? We hoeven niet eens uit te leggen, we gaan gewoon beginnen, want jullie snappen allemaal waar dit voor staat. Nou. Aardappelvraag nummer 1. Oh, wacht even, ik ga even recht zitten. Een aardappel zit boordevol vitamine C. Waar of niet waar? Ja, niet waar. Dat is natuurlijk wel waar. Er zit zelfs 37% van de ADH. ADHD. ADHD. Alle dagelijkse hoeveelheid. Algemene dagelijkse hoeveelheid. Super gezond dus. Ik zal Linda de Mol, als je kijkt, je baan wordt overgenomen door deze man. Dat weet ik zeker. Wat een quizmaster, hé. Aardappelvraag nummer 2. Per jaar wordt meer dan 5 miljoen ton aan aardappelen geproduceerd in Nederland. Ja, ik zeg, ik heb gezien wat jij hier alleen al uit de grond trekt. Ik zeg waar. Dat klopt, heren. Zelfs yes! 7 miljoen ton. Potverdikke. We zijn echt niet alleen groot in ecstasy. Ook in aardappelen. De schil van een aardappel zit boordevol voedingsstoffen. Waar? Ik denk van niet. Wat nou niet waar? Tuurlijk wel. Jij zegt zo? Eet jij je bananenschil nooit op? Het is waar. Er zit gemiddeld 6 gram vezels in. Ik ben echt een loser. Hoe kan zo'n aardappel nou niks van aardappelen weten? Ik kan het nog goed maken, hè, want we hebben nog 2 vragen. Ja, ik weet eigenlijk de stand niet. Terwijl... Ja, ik sta... Jongens, ik hier voor niks te knokken. Kom nou. Nederland verbouwt meer dan genoeg aardappelen voor eigen consumptie en om andere landen ook te voorzien. Ja, jij kiest gewoon hetzelfde. Waar natuurlijk. Nee, waar? Ja, je hebt gezegd dat je ze ook naar Zuid-Afrika zo toestuurt. De aardappel komt oorspronkelijk uit Nederland. Niet nee, waar. Nee, ik denk het ook niet. Wat denk je dan? Ik denk dat die uit Azerbeidzjan komt. Canada toch? Maar jullie hebben goed dat het niet waar is. Hij komt uit Latijns-Amerika. We hebben een prijs voor de winnaar. En in dit geval ben jij dat. De aardappelman. Nee, wat krijgen we nu? Pieperbier. Goed bezig, grap. Met dit biertje red je 2 aardappelen. Hoezo redden? Dat weet ik niet, het staat erop. Hoezo redden? Ja. Of waarschijnlijk die anders weggegooid zouden worden, denk ik. Hoppa. Ja, geniet ervan, jongens. Mm. Aardappelbier. Vind ik niet gek, hoor. Nee, lekker. Ja, toch? Ja. Prima. Ja, heerlijk. Echt lekker, ja. Oh, je zou het eigenlijk eens moeten proeven. Maar zonder dat ze niet nog een flesje hebben. Hoe oud ben je, Nick? Op. Zo oud is je laatste biertje. Ja, dat heeft wel geteld. 50 seconden was dat. Maar we hebben meer te doen. We gaan dus een parcoursje doen. Het is net een Robinson-proef. Er staan op 7 plekken, 7 kratjes met groenten. Als hij in Nederland wordt geproduceerd, neem je hem mee, gooi hem in je mandje. Als hij niet in Nederland wordt geproduceerd, laat je hem liggen, ga je door naar de volgende. Degene die de meeste goed heeft, wint. En als het gelijk spel is, dan wint degene met de snelste tijd. Nou, en jij mag beginnen, wat mij betreft. Alright, why not? Flat out, zoals Tim Coronel zou zeggen. Let's go, where are de groenten? Kai, ben je er klaar voor? Ja! Oké. Okay. 3, 2, 1, go! Gaan we niet meer aan! Kijk, keurig, fantastisch. Stop de tijd! Hé, maar dat rijden ging vanzelf. 3, 2, 1, start! Ja, die trui gaan we even pakken, denk ik. Nou, ja. Ik weet het niet zeker. Ja, ik denk dat je mij een beetje gaat nadoen. Zo, hij geeft aardig gas. Ik denk het wel. Ja, hij komt gewoon. Kan mij het schelen. Knoflook. Nee. Flesvol. Doe de aardappel. Ik weet het niet. Ik doe het maar gewoon. Het scheelde dus maar 5 seconden. 5 seconden! Krat 1 was prei.
Wordt dat in Nederland geteeld? Wij dachten allebei van ja. Ja. Dat klopt. Top. Kratje nummer 2. Rode biet. Mannen, dat hebben jullie goed gedaan. Ah, fijn. Pompoen. Die heb jij laten liggen. Ik heb hem laten liggen, ja. Ja, ik heb hem gepakt. Die had hem mee moeten nemen. Want hij wordt hier geteeld. Ja. Krat nummer 4. Ja, die hebben we allebei laten liggen, die knoflook. Ja, knoflook komt er niet uit Nederland, jongens. Jawel. Het komt niet uit Nederland, maar het wordt hier wel geteeld. De flespompoen. Ja, ik dacht als die pompoen hier wordt geteeld, dan zal deze er ook wel kloppen. Ja, dat klopt. Ja, ja, ik had hem andersom juist. Ik denk dat die niet hier wordt geteeld, dan die ook niet. Zoete aardappel. Ja, die hebben we allebei gepakt. Hij wordt hier wel geteeld, ja, maar niet veel. Maar nee, je ziet hem... het gaat overwegend veel, gewoon substantieel. Dan zou het antwoord niet zijn. Asperges. Ah, dat kan natuurlijk niet makkelijk. Die worden hier zeker geteeld. Tuurlijk. Kelvin, je hebt gewonnen, jongen. Je bent Nee, maar we hebben allebei gewonnen. Want we zijn allebei weer een stukje kennisrijker. Is Kai Gorgels een beetje een goede boer? Ik vind dat hij het uitzonderlijk goed heeft gedaan. Je krijgt deze oorkonde. Helemaal top. Kai Gorgels survived this farm. Ik wil je bedanken voor je gastvrijheid. Ik ben blij dat je me hebt meegenomen. Dankjewel voor het kijken, Rabobank. Dankjewel voor het supporten van de boeren en voor het supporten van mij dat ik deze show mag maken. Tot volgende keer!